Hi, welkom bij workout nummer 2. We zijn vandaag weer met z'n tweeën en we gaan vandaag niet alleen maar een workout doen, maar ook wat skills. En vandaag gaan we de headstand en de handstand gaan we doornemen om vervolgens te eindigen met een goede finisher, een aflopende ladder, 50 herhalingen, 40 herhalingen, 30 herhalingen, 20 herhalingen, 10 herhalingen van air squats en van push-ups. Dus eerst 50 air squats, daarna 50 push-ups en zo on. Je mag zelf verdelen zoals je dat wil, maar probeer per set minimaal 10 herhalingen achter elkaar te doen. Als dat niet lukt, probeer dan de oefening zo in te schalen dat dat wel lukt. Voor de skills is het handig om een zacht object te gebruiken. Wij hebben een dekentje meegenomen. Zeker als je wat meer tijd hebt, is het ideaal om ook motorische skills te oefenen. Zeker omdat je tijd nodig hebt om dat te leren. Dus die zijn niet alleen maar afhankelijk van kracht, maar je wil een motorisch programma gaan programmeren in de hersenen. We gaan zo meteen beginnen met stap 1. En stap 1 is dat we zo meteen gaan leren druk op de handen en op de hoofd te plaatsen. Dus we leggen het dekentje neer. En wat we doen is we gaan naar de knieën en we gaan zo meteen een driehoekje maken. Je zet eigenlijk je handen neer en je gaat op de top van je hoofd gaan je leunen. Dus daar beginnen we deze positie. Vanuit daar gaan we proberen of dat we van knieën de knieën op de ellebogen kunnen plaatsen. En vanuit daar kunnen we gaan steunen. Zeker als je met z'n tweeën bent, kan je elkaar spotten door bijvoorbeeld bij de onderrug te pakken. En vanuit daar aan je kijken dat je die druk kan houden. Als dit lukt, kan je proberen rustig je knieën wat af te liften en je balans te houden. Ook hier kan je ervoor zorgen dat degene niet doorvalt als je met z'n tweeën bent. En als je het dan lukt, dan ga je eerst omhoog, maar blijf met je benen naar de voorkant. Dat als je terugvalt, je alleen naar voren terugvalt en niet doorklapt. Ja, en dan trek je weer je knie in en dan ga je weer terug. Als je dat goed kan, dan kunnen we nog een stapje verder gaan richting de handstand. En dan probeer je het hoofd weg te halen, alleen de steun op de handen. Let op, dit is echt vele malen moeilijker. Dus alleen als je de juiste skill hebt, dan kan je doorgaan naar de volgende oefening. Je gaat je handen op de grond zetten. Je gaat eigenlijk naar een kikkerpositie. En vanuit daar probeer je alleen op de handen te supporten. Stel dat je dat niet houdt, zorg dan voor dat je hoofd een klein beetje naar beneden is. Zodat je eigenlijk rustig met je hoofd op het zachte deel komt. Hop, en dan is er niks aan de hand en dan kan je eigenlijk weer gewoon terug gaan stappen. Nou, zo leer je eigenlijk al je eigen lichaamsgewicht vast te houden op je handen. En leer je de kracht en stabiliteit te creëren die je dan nodig hebt. En je balans te oefenen. Probeer ongeveer 5 tot 10 minuten aan deze skill te werken. En het gaat meer om frequentie dan om tijdsduur. De workout is een stukje makkelijker. Het zijn maar 2 oefeningen die we gaan doen. Het zijn zometeen de air squats. En de air squats gaan als volgt. Je zet je voeten tussen heup en schouderbreedte. Je kan je handen naar voren doen voor tegenbalans. En je zakt met de billen onder de knieën. En weer omhoog. Om de 90 graden en omhoog en omlaag. Ja, dan kijk ik even via de voorkant. Zorg dat de knieën over de lijn van de voeten heen gaan. Borst omhoog. Heel goed. En vanuit daar gecontroleerd te bewegen. En minimaal 10 herhalingen. De andere oefening is de push-up. En hier draait het ook weer om minimaal 10 herhalingen per setje te kunnen doen. We gaan naar een plankpositie. Ook weer hetzelfde als de plank die we gisteren hebben gedaan. Actief tussen de schouderbladen. En dan de heupen ietsje naar voren, zodat de buikspieren actief zijn. En vanuit daar zak je naar de grond. Ja, en weer uitstoten. En je probeert eigenlijk ietsje naar voren te gaan als je omlaag gaat. Ja, zodat je niet met de ellebogen hoog zit, daarheen, maar juist wat lager. Want juist lager heb je meer vrijheid in de schouders om te gaan bewegen. Mocht dit zwaar zijn, dan kan je ook de knieën op de vloer doen. En vanuit daar de push-up. Heel goed. Eventueel kan je ook nog een bank... stel of een box gebruiken waar je handen dan op steunt. Veel succes!